bij een nieuwe vlogmus. Het is de 13e, toch? Vrijdag de 13e. Het is de 14e. Ja, het is de 14e. Ook mijn vlogmusdag nummer 14. Vandaag heb ik even dit shirtje aan wat ik gisteren ook aan had. En heb ik Patrick zo'n 100.000% support nodig. Want wij gaan naar Alkytown en dan gaan we Instagram foto's maken. En dan denk je, serieus? Ga je echt naar het etentje, je daar omkleden en dan weer een nieuwe outfit en dan weer een nieuwe foto? Ja! Dat is mijn werk. Ik hou ook gewoon echt ontzettend van foto's maken, dus vandaar. Ik heb hier nog een ander shirtje liggen wat ik aan kan doen. Nog een ander shirtje en hier een jurk waar ik heel graag deze schoenen bij aan wil. En een poedertje voor de touch-up tussendoor. Ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Nog wel kunnen doen voordat we de deur uitgaan, is de adventkalender. En dan gaan we op zoek naar dag nummer 14. Die is hier. Vet snel gevonden. En dan is het het Midnight Recovery Concentrate. En ik denk dat ik deze in een winactie ga doen. En weet je waarom? Because. Oh, hij staat helemaal hier. Omdat ik al de grote versie heb. En het is echt een mega fijn product. Ik doe er altijd een paar drupjes van doorheen door mijn nachtcreme. Dus deze kan dan mooi in een winactie. Kijk, dit heb ik dus van hem mee. Dat je op Google Maps kan je locaties opslaan. Dus hier zitten we nu. Ook al staat er dat we daar zijn. We zitten hier nu. Oké. Dus die heb ik opgeslagen. En dan hoe ver je ook uitzoomt. Hier gaan we straks ook waarschijnlijk een foto maken. En hier ook. Super handig. Oké, voor de tweede spot. Dat werkt altijd hier. En in Haarlem. En in Amsterdam denk ik ook wel. Gewoon zijstraatjes in, schattig huisjes, leuke plantjes. Dit was locatie 2. Sorry, we hebben iemands huis gewoon gestolen. En nu moet ik snel van Patrick weer mijn jas aan. En dan gaan we naar een volgend. Het is koud, man. Eet, dat jij je jas teentje, iets ter. Ja, ik ben een supermens. Ik ben een influencer. En influencers krijgen het niet koud. Hou eens op, het is min 16 of zo buiten vandaag. Zo kijken. Vandaag. Het is nu 2 graden en het voelt als min 2. Ja. Valt toch wel mee. Oh wacht, het is deze straat voor ons. Sint-Josefstraat. Hallo. Zijstraatjes werken gewoon. Nu gaan we naar Spotlight. En ik ben er nog nooit geweest. Ben jij er eigenlijk wel al geweest? Oh, ben benieuwd. Ik heb mijn camera niet meegenomen, want ik ben even naar de wc. En ik ga van dit shirt naar dit shirt. En ik ga even plassen. En ik heb super lekker gegeten hier. En we gaan zo weer verder. Dus tot zo. We zijn in de Primark. Maar ik vind het nooit lekker winkelen. Het is zo druk. En I don't know. Maar ik heb in ieder geval één ding. Oké, jongens, ik wil niet bij de hand doen, maar dit is echt het allergrappigste wat Primark op dit moment heeft. Sowieso altijd kapot veel van Harry Potter. Misschien weten jullie wel dat ik die ene mok een keer voor Patrick heb gekocht. Nou, dit zou ik er zo bij kunnen kopen. Als jij hier nu niet was, had ik het voor je meegenomen. Zo schattig. Kijk, dit is ervoor we hier kwamen. Basic hempjes. En die handschoenen zijn mooi meegenomen. Maar deze echt vet chill altijd. Als je dacht dat de kerstboom al kerstig was. En dit was niet eens een van de locaties. Wat van worst. Chill. Oké, hier is het huis met de kogel. Hoe heet dit? Is dat niet het Kaasmuseum? En daar heb je, hoe heet die, dat plein? Wauw, jij bent echt een local. Nou, in ieder geval daar is de kaasmarkt. Maar dit kan je heel makkelijk vinden op Google Maps, huis met de kogel. We hebben daar foto's gemaakt, we hebben die kant op foto's gemaakt, die kant op foto's gemaakt, die kant op foto's gemaakt. Dus, weet je, je hebt je rol goed vervuld vandaag, Patrick. Ik ben echt super blij met je. We hebben echt veel foto's, veel locaties, veel outfits, want nu heb ik dit aan. En nu ga ik ook lekker warm blijven. En gaan we lekker naar de bus toe. Dankjewel voor je inzet van vandaag. Dankjewel. Ik vind dit altijd zo'n schattig stukje, zo aan het water. Ja! Oké, ik heb het vet koud.
En ik heb geen idee of ik nu een beetje goed in shot ben. Vast wel. Ik dacht, ik ga even laten zien wat Patrick en ik van mij gekocht hebben. Eerst begin ik bij de Primark. En eigenlijk heb alleen ik daar gekocht. Dus wat we dan hebben, eigenlijk heb ik het al aan jullie laten zien. Ik heb 2 huidskleurige hemdjes, 2 zwarte hemdjes en 1 wit hemdje. Want I ran out of hemdjes. En ik had alleen nog maar 1 witte. Dus nu heb ik van alles 2. En dan van die handschoenen, die waren maar 1,50. Maar chill, want met deze kan je gewoon op je telefoon. En dat is best erg, maar ik vind het altijd wel chill. Oh, en ik heb kerstkaartjes gehaald voor als ik weer winacties doe. Oh, het zijn 4 verschillende. Dat zie ik nu pas. Dan kan ik even een kaartje erbij doen, dat vind ik altijd wel leuk. Dus dat is alles van het team. En dan de HEMA. Laat me weten of jullie dit ook hebben. Maar de HEMA is echt mijn zwakke plek. Ik heb er gewerkt. Maar gewoon nu, iedere keer als ik er ben... Waarvoor ging je überhaupt naar de HEMA? Panties. En toen hadden we ineens 40 euro uitgegeven of zo. Maar goed, kijk. Infopapier heb je natuurlijk ook nodig deze dagen. En die van de HEMA vind ik altijd echt heel erg leuk. Vooral die bovenste met de kerstbomen en elfjes. En de kerstman, heel schattig. En deze met sterretjes. Maar dat was een toepak. Dus ja, vandaar. Wat we dan nog meer hebben is dit opengerachte pakje van zwarte 15 linier panties. Mat. En deze zijn mooi. Eindelijk heb ik mooie panties gevonden. Goede basic. Ik had dus geen normale panties meer als je de vlogmes van eergisteren hebt gezien. Ik heb wel een aantal leuke van Good Coaster nu, maar ik wilde ook gewoon nog even basic panties. En die heb ik nu. En ik had er al een aangedaan voor foto. Vandaar dat die al open lag. Nou, Patrick en ik willen binnenkort een cake bakken. Een speciale cake. Een cake die ik nog nooit eerder heb gemaakt. Maar wat voor cake het is, dat zien jullie dan vanzelf wel. We hadden nog geen cake voor. Dus die hebben we nu ook. Het zijn allemaal van die dingen die je niet per se koopt als je gaat verhuizen. Maar waar je dan gaandeweg achterkomt van, oh ja. Washi tape had ik ook niet meer. Dat vind ik gewoon altijd handig, altijd leuk. En deze 3 waren erg mooi. De HEMA is gewoon zo lekker. Gewoon... Alles is zo cute. En heel veel handige dingen. Oorlopjes voor als ik niet kan slapen. En dit is ook zoiets waar we gaandeweg achter gaan doen. Hé, hey, dat is ook nog handig. Vooral ik. Van die bakjes waar je eten in op kan bergen. Etensrestjes. Restjes, dat klinkt altijd zo vies. Overgebleven avondeten. Of weet ik veel wat gewoon. Het is super handig. En volgens mij was het ook niet zo duur. Volgens mij was het iets van 3 euro. En het zijn 3 bakjes. En een leuk kleurtje. Ook 2 mason jars. En ik weet dat Patrick's moeder altijd naar vlogs kijkt. Maar we hadden natuurlijk laatst sapjes geperst daar. Of in ieder geval, Patrick had een sapje gemaakt en gewoon bij zijn moeder opgedronken. En ik had die gember shots gemaakt. Maar ik dacht, sowieso daarvoor zijn mason jars handig. Want als we dan een keer daar wat persen en willen het mee naar huis... Dan is dit gewoon vet goed afgesloten met de lucht en zo. En ze waren gewoon best wel cute, deze mason jars. Ze hebben stelletjes en een soort van stipjes bovenop. En gewoon, this is my favorite jar. And enjoy. Dus ja, chill. Of voor andere dingen. Leek me gewoon handig om in huis te hebben. Verder nog wat staafjes. Dat gebruik ik heel veel voor als ik bijvoorbeeld mascara boven mijn ogen heb geknoeid. Vooral daarvoor eigenlijk. En dit is ook best wel een schattige verpakking. Ik hou het wel steeds naar voren. Maar het is niet alsof jullie het per se beter kunnen zien. I know. En volgens mij is de tas leeg. Dus dat was het eigenlijk wel. Ben ik, het is wel 6:10. Gaan we koken? Ja. Oké. Okay. Ben ik, ga erbij zitten. Laatste aflevering van Making Murder. We hebben er net echt 5 gekeken of zo. Dat is echt niet normaal. Of 4. Ja, en ze duren allemaal een uur. En dit is dan de verwilderde staat. Waar je verkeert als je 5 uur achter elkaar. Nou, ik denk langer. Hoe laat waren we hier? Auw! Dat vind ik niet heel vaak statisch voor het kleed. Ik haal het kleed. Ik weet niet hoe laat we thuis waren. Maar gewoon vanaf het avondeten. Dus ik denk, oh ja, 7 uur.
7 uur tot 10 voor half 1 of zo. Dat is echt fucking lang. Wat doen wij met ons leven? Maar kijk, vijf afleveringen gekeken. Anyway. Ik vond het vandaag echt super leuk. Echt heel veel leuke foto's gemaakt. Ik heb super goed zijn best gedaan. Het was vet gezellig. 1 foto staat op mijn Instagram. En als deze vlog online komt, dan is het zaterdag, toch? Ja, en dan dat komt is er. Nu ook al. Ja, dat is het nu ook al. Dan komt er ook een winactie op mijn Instagram online voor een wenkbrauwproduct, mocht je daarmee willen doen. Dus volg me dan op Alba Leonie. Patrick heeft vandaag de 1000 volgers op Instagram gehaald. Yay! Ga jij morgen de 20.000 halen? Dat misschien. Is vandaag, als je deze vlog ziet. Misschien. Ik moet nog een paar volgers en dan heb ik er 20.000. Dat was mijn doel voor dit jaar. Dan kunnen we morgen champagne drinken. Dan kunnen we morgen champagne drinken, maar je moet morgen ook werken. Ja. Ja. Als je het een leuke video vond, vergeet je dan niet te abonneren. Dan vind je waarschijnlijk ook de rest van mijn vlogs leuk. Morgen om 4 uur is er gewoon weer een nieuwe vlogmas. En we zijn nu over de helft. Wow. Echt? Ja, het is de 14. Oh ja. Vlogmas 14. Ja. Oké, jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie snel terug op mijn kanaal. Bye!